En door allerlei stadjes komen, steden komen en uiteindelijk Zwitserland inrijden. Ja, dat is, uh... En dan die bergen zien en die sneeuw zien. Ja, en, en, en ook de geur van, van, van de bomen. Ja, dat, dat brengt mij wel um... ja, heerlijk, veel um, plezier. Rondreis de tv, weer een nieuwe dag. En nog steeds bij mij aan tafel hier Lucille Werner, presentatrice. Uh, Lucille, we gaan uh, de winter in. We gaan de winter in. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Zwitserland. Oké. Okay. En, eh. Um, uh het is eigenlijk best wel een, was voor mij wel een hele bijzondere reis. Want uh, we wisten zo rond die tijd dat wij een zoontje zouden krijgen uh, uit Bulgarije. Ja. En toen zeiden mijn man en ik tegen elkaar van... weet je wat we gaan doen? We gaan uh, nog eens even met z'n tweeën naar de sneeuw. Want uh, de volgende sneeuwvakanties zullen vast wel met die kleine man zijn. Okay. Uh, dus dat deden wij. En toen zei ik uh, uh, tegen Ser van... Ik, weet je, ik wil wel eens een keertje naar Zwitserland. En ik moet je zeggen, dat, ik, dat is, het is zo'n ongekend mooi land... En ik vind de bergen ook echt anders dan de bergen van Oostenrijk. Wat is het verschil? dan? Nou, ze, wat, ze, zijn spitsers, ze zijn wat spitser. Ze zijn wat kolossaler. Ze komen wat meer op je af. En we zaten in een, in een heel mooi hotel. Uh, het Koolum Hotel. Ja. En we keken uit op dit gebergte. Daarvoor zie je nog een meer. Dat was toen bevroren. Daar nee. had je ook iedere keer paardenrennen. En er gebeurde van alles. En schaatswedstrijden. En zo ziet het eruit overdag. Ja. En dat plaatje is me altijd bijgebleven. Dat ik daar op dat balkon zat. En altijd dat gebergte in kon kijken. En dat heet het Corvatsch gebergte. En, en dat is ook waar de pistes dus ja, zijn? Ja, daar, daar waren ook de pistes. Daar kijk je tegenaan. Ja, okay. ja. En um, wat ik dan het heerlijkste vind... want ik vind dat skiën... ik bedoel, ik ben natuurlijk niet een geweldige skier... door, door mijn manier van lopen. Um, maar ik heb het daar wel gedaan. Ik dacht nog wel van... ja, hoe lang ga ik dit nog eigenlijk trekken? <laughs> maar um, ja, ik vind het ook... Zo heerlijk om op een berg te zijn en de, de stilte dan weer te horen. En, en het gevoel van sneeuw wat je overal. Snap je dat die, ja, 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 je, Als je dan praat, dan, dan, dat geluid ja. tussen die bergen en met, met zo'n pak sneeuw is er echt heel erg anders. Ja. Ik heb altijd in de bergen het idee dat ik, uh, um, dat ik echt compleet weg ben uit de wereld waar ik eigenlijk thuis in zit. Ja. Nou, denken wij alleen maar van Zwitserland, is hartstikke duur. Is dat ook zo? Nou, ik vind Oostenrijk toch ook wel duur. Ja. En wintersport zijn, is überhaupt duur. Wintersport is überhaupt duur. Dan nou zijn wij sowieso niet van die enorme big spenders. Maar je kan ook weer in Zwitserland gewoon weer zo gek doen als je wil. Um, we hebben wel een beetje gek gedaan met dat hotel. Want het is wel een duur hotel. Het is wel echt al een aantal jaar geleden dat we hier waren. Ik denk een jaar of zes uh, geleden. Maar het, we hadden, er zat eigenlijk ook uh, iets aan vast. Hè? Van, met z'n tweeën uh, voor het laatste... Uh, naar de sneeuw, naar de bergen. En mijn man houdt ook enorm van sneeuw en van bergen. Ja. Dus, uh, dus we dachten, we gaan onszelf uh, hier even mee, uh, verwennen. mee verwennen. Ja. Nou en jij ja. als uh, hotelfreak freak, vindt ja. dat natuurlijk heerlijk om in zo'n prachtig hotel te ja, joh, zitten ik... met zulke uitzichten. Nou, fantastisch. En je had daar ook een. een weet je, je kon echt naar buiten zwemmen. ook. en ja. Ja, weet je, je, Alles uh, is daar gewoon uh, aanwezig. En, en overdag ook weer gewoon lekker helemaal hoog die berg in de s'avonds terugkomen. Toch weer even op dat balkon zitten met je jas aan. En je sjaal en je muts. En gewoon heerlijk genieten van, van dit prachtige uitzicht wat je, wat je hier ziet. Hey, en eet je dan uh, uh, in het hotel of ga je dan ook erop uit? Ga je dan een dorp in? En ga je naar uh, Nou, in dit geval was het dan een. Ja, dat wil je eigenlijk wel. Maar in dit geval was het een, een pakket. Dus dan ga je <laughs> toch ook niet buiten deur. Maar we hebben het één keer wel gedaan. Dan kon je met een liftje kun je naar boven. En er was een restaurant in de berg. En want hij, mijn man viel zijn verjaardag daar. En toen hebben we het grondje gepakt, inderdaad, naar, naar boven. En dan daar uh, heerlijk uh, gevonduit. Want dat moet je natuurlijk allemaal doen daar. Dus dat doe je dan wel. Maar we hebben één avond gedaan. Want ja, je gaat natuurlijk niet dubbel betalen rond. We zijn we natuurlijk ook weer. Ja, nee, ja precies. En, en, en uh, ski jij overal vanaf of niet? Of, of, nee, ik ski niet overal vanaf. Ik pak wel een blauwe piste. Uh, en, en een rode wil ik af en toe nog wel eens doen. Want volgens met mij heel veel is dat in Zwitserland wat lastiger wat of niet? Ja, ja, ja dat is dat daar is... toch wel wat, uh, wat pittiger. Dus uh, nee, hier in Zwitserland heb ik gewoon heel braaf uh, nog op de latten de blauwe piste gepakt. Oké. Okay. Ja. En dat, dat vind je en dat leuk. Gaat... En dat dat, ja. dat, uh, Het moet allemaal niet te hard. En dan lekker af en toe even ergens zitten. Lekker lunchen. Ja, of lekker uh, lunchen. <laughs> natuurlijk, heerlijk. Ja, nee, dat doe je natuurlijk wel in, uh, in Zwitserland. Maar ook die, die winter was ook best wel een hele heftige winter met heel veel sneeuw. Ja, uh, en ja, natuurlijk. Past dat natuurlijk helemaal bij, bij een windsport, een paar meters? Ja, en dat is gewoon zo'n reis ernaartoe. Met de auto. Een keer niet het vliegtuig, maar gewoon lekker de auto pakken. En door allerlei stadjes komen, steden komen. En uiteindelijk Zwitserland inrijden. Ja, dat is. Uh... En dan die bergen zien en die sneeuw zien. Ja, en, en, en ook de geur van, van, van de bomen. Ja, dat, dat brengt mij wel uh, Heerlijk, hè? veel uh, plezier. Hey, ja. nou, nou, je, je zoon, is die uh, verslingerd ook aan het uh, wintersporten? Zeker, die, ja. uh, een jaar later uh, hadden we uh, onze kleine man en uh, die wilde niets liever dan naar de sneeuw. Ja. Uh, want dat, dat heb je natuurlijk, uh, dat, zie, dat heeft hij natuurlijk wel veel gezien in Bulgarije. Maar hij wilde echt een keertje skiën. En toen koos ik toch voor Oostenrijk. Oké, okay. en dan gaan we zo. Alles over horen toch? Zeker. Want daar zitten we in. Waar was het ook weer? Dat was in Sant Anton. Morgen dus Sant Anton met Lucille Wijner. Graag tot dan.